is vol in Indianen, dus het verzamelvelden van gewoon er ook dikker heer. Dus, ja. Maar Noord-Amerika of ook Noord-Indianen? Noord-Amerika en Noord-reservaten. Native Americans willen ze? Ja, ja. Ja, er zijn meerdere namen die ze geven. Ja. Maar Native Americans is de meest voorkomende naam die ze wel gebruiken. Ja. Het is ze zelf het liefste? Ja. Ja. En heb je nog dan een voorkeur voor een bepaalde stam? Wat me het meeste boeit zijn de prairie-indianen van de Zuid-Dakota. De Lakota, Nakota en Dakota zie je ook. Ja. Ja. En waarom? Die boeien me het meest eigenlijk. Ja, ja waarom? Ja. Ik ben er een dekker geweest, ook nog het monument van Chris Jorce, wat ze al van de jaren 80 aan het maken zijn. Dus als we door zijn, dan wil ik toch altijd zien hoe ver ze opgeschoten zijn. En, maar ja, wie heet het vandaag, de Indianen toch nog weer gediscrimineerd en achtergesteld, hè, want nu ook met de corona. Hè, de meeste overledenen per bevolkingsgroep zijn de Navajo's, deze rug. En wie komt dat? Ja, het ligt aan de politiek, het ligt aan de regering daar. En kijk, ze hebben nu 50 apparaten verstuurd naar Rusland. Terwijl de Navajo's hebben er maar 3. Dus daar hadden ze eigenlijk die 50 her kunnen doen. Dus Rusland is voor Trump belangrijker op dit moment dan zijn eigen volk. Maar ja, dat is bekend. En dat zijn beademingsapparaten? Ja, ja, ja. Kijk, in eindreservaat hebben daar momenteel de wegen afgesloten. Die willen dus geen toeristen of mensen hebben. Nou, de gouverneur is er helemaal kwaad over. Ja, en die hebben één ziekenhuis. In dat reservaat zitten rondje 1000 mensen. 8 bedden, 2 IC-bedden. Dus als nummer 3 het krijgt, dan moeten ze binnen 3 uur met gaan rijden. Voordat ze weer een ziekenhuis zijn, dat haalt je niet. Dus die mensen zien eigenlijk als ze het krijgen? Zijn ze, ja, een raasje. Ja. 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 En zoals in het Pijnritsreservaat. Die mensen die daar wonen, dat zijn op 3 na de ärmste mensen van de hele wereld. In het rijkste land van de wereld. 87% heeft geen werk. De hoogste sterftecijfer onder de jeugd van zelfdoding. Ja, ga maar door. Hè. En ik weet niet hoeveel, meer dan 50% alcoholist. Ja. Ja, dat. En er leven nog veel mensen gewoon in keertjes. Hè. Niet veel mensen hebben het idee dat ze er nog in een wigwam of tipje wonen. Nee. Gewoon in oude caravans met pallethout bij een getummer. Ja. Er zijn oude mensen die slopen zwinters in auto's, omdat het dan minder tocht dan in de caravan waar ze wonen. Ja, daar zit zwinters toch gewoon te min 20. Ja. Ja, armklootjes in het oog, ja. Nou, ik denk dat er meerdere mensen wel eens in een auto geslopen hebben, maar dat was dan onder invloed van, en dan voor één nachtje en dan heb ze er gebroken oet, dat is echt geen lolletje. Nee, dat is ook echt een lolletje. Hé, mogen we iets meer zien van die passie? Ja, van... dan moet ik door de deur even openmaken. Ja, ik moet ik even achterom gaan, dus... Oké, okay. Ja? Dan gaan we via de wachtkamer binnen. Ja, dan wachten we even. Je zoekt er wel een beetje uit als een biker, hè? Biker parking only. Ziet je ook een biker? U begint jouw motor, joh. Ja, jawel. Ja. Want ja, je ziet er ook wel een klein beetje uit als biker. Ik zie er ook wel in... Moet ik nog vragen of het een motor van Lotte het merk niet nummer Amerikaanse maken? Nee, dat is niet. Ik heb een motor door, weet ik van. Dus daar kom ik wat wie met. Maar ik heb hem al 20 jaar, dus. Je ziet goede vriendjes samen. We hoor je er bijna. Ja. Ik zeg net tegen de jongens en ook tegen de mensen toes. Ik heb nog niet gevraagd of G in ook manier van therapie geven. Ook dingen van de Indianen? Nee, want niet. Dat kan wel, maar ik denk niet. Daar ben ik misschien wat te nuchter voor. Nee. Oké. Okay. Oh. Er zijn wel eens mensen zeggen, dat ik alles. Nee, dat niet. Ik heb ook een OBR brusje, dus alles wat hij denkt, dat maak ik allemaal zelf. Oh, dat heb je zelf gemaakt? Oh ja. Geweldig. Ja. Maar dat is hobby, zeg je? Ja, dat is hobby. Ja, moest wat hebben.
Voor de wegen achterblieven, zeggen ze niet. Wauw. Ja, kom maar binnen. Oh, en hier zitten ze dan te wachten als ze... Hier mogen de mensen wachten. Ja, dat is omdat ze op zee met een crisis is een beeldje, ja. Goed, dan zet ze maar ergens in, hè. Dat is allemaal spullen. Hoe de Indianen afgebeeld werden. Ja. Zitten hier ook dingen bij die specifiek zien voor... Ik had het over Lakota, Sioux. Je moest het eigenlijk goed spreken. Ja, kijk, dat is een Navajo, daarachter dat is Sioux. Ja, en dat daar rechts ook. Deze mevrouw ook, deze ook. Ja. Dat is dat beeld van Crazy Horse. Hoor? Dat moest aan bezig zijn. Dat is het beeld van... Dat heb je nooit gezien? Nee. Ik zal dus een foto pakken. Dan heb je een idee. Het leek wel een beetje dan, ja, het kent ze het niet vergelijken natuurlijk, dus Sagrado Familia in Barcelona, wat ook maar. Wanneer zien ze door aan begonnen? Dat stik vast wel, joh. Kijk, dit is. Ja, dit werd het grootste beeld wat ze aan het maken zijn. Die veerkop van die, zeg eens, van die presidenten, ja. Die past niet in dat hoofd. Dus en hier kun je nog een perendonger, zal ik zeggen. Ja, en dat was. Korzak is daarmee begonnen en dat is allemaal op giften van mensen, dus nooit met geld van de overheid is dat daarmee begonnen. Ja. Is dat Korzak door? Nee, dat is al de derde of vierde generatie. De mensen zijn al van 88 door. Ja. En hoe ver zien ze inmiddels? Iets verder als je nu ziet. Het hoofd is kloor, ze noemen het hand bezig. Maar dan zien ze nog, wij maken het niet meer met dat het klokje. Dus. Ja. En daar gaan we dan kijken hoe we iets zijn. Hè. Ja. Oh, de God, als je in Amerika ziet, goed gedoe. Ja. Het is een museum bij, dus ja. We zitten altijd een beetje in Zuid-Dakota rond te kijken. Ja. Ja. Ziet je van, hè, we zien nu in Hunsel. Ja. Ziet je van hier? Mijn moeder was van Hunsel, maar ik kom een paar dagen verder. Ja. Oké. Okay. Ja. En dan denk ik bij mezelf van, wat het ook dan nee, toch altijd heen gehalden? Ja, de vrouw en de kinderen, hè. Nee, ja, ik woon hier, dus ja. Ik ben ook weer blij als ik stil geweest ben dat ik weer naar huis kan. Oké. Okay. Ja. Maar de veelliefde ligt er wel in. En vooral specifiek voor Zuid-Dakota, ja. Ja, ze zeggen wel eens dat zo ongeveer de grootste luxe is, hè. The best of both worlds, hè. Dus een beetje van hier en een beetje van daar. Ja, maar de mensen, de mentaliteit is heel anders dan hier, maar de natuur is toch geweldig. Hè? Ja. We zeggen, ik riet een paar oren en ik zit in een compleet ander gestel. Ik zit in de bergen of zit in de sneeuw en dan is het weer zover als ik kan schieten, niks. En, ja, dit wel wat. Ja, maar dan begreep ik dan hoe het gebeurt dat je de mentaliteit van de mensen iets minder vindt? Nou, ze zijn, ja, och, het is allemaal een beetje... Opgeklopt, ja. Kijk, ook de vriendelijkheid. Hè. Ze vroegen dicht, how are you today? Ja, kan ik dan niet zeggen wat ze wil zeggen, wie het met de geit, want daar hebben ze allemaal geen tijd en geen zin in. Hè. Dus het is allemaal, ja. En afstandelijk, hè, want het komt door niet te dicht bij je emers, want dat willen ze niet hebben. Dus dat amicale, dat kennen ze toch helemaal niet. Wat pakt er degene vast, want ze zien al 911 aan het bellen. Hè. Hmm. En in de steden is dat nog anders. Ik kan het liefst naar het platteland. Hè, door, en zeker in die dunbevolkte steden, wie Wyoming en zo, daar is het grote vertoeven. De grote steden, ja, daar heeft iedereen helemaal voor zichzelf. Ja. Dus je zou er eigenlijk niet kunnen en willen wonen? Nou, ik zou er wel kunnen wonen. Op de prairie? Ja, rustig. Ja. Van alles weg, dat lijkt me wel grappig. Ja. Maar goed, komen we weer terug bij de kinderen zullen denk ik groot zien inmiddels. De kinderen zijn groot, ja. Ja. Zijn die zul je nog niet meer tegenhouden? Nou weet ik niet, ja, de vrouw zal me van tegenhouden, maar ja, het is toch even 8 oren met vliegtuigen, of 11 oren met vliegtuigen. Ja. Dat is toch wat langer. Maar ja, ik amuseer me jou goed, dus... Hey, en die energetische therapie vanochtend, ja. Waar is die op gebaseerd? Vroeger noem je ze als toen ik net begon, ik doe dit werk al meer dan 40 jaar, waren we paranormaal genezer. Vroeger, daar nog veel noemden ze het handjeopleggers, paranormaal genezer.
Toen werd ik paranormaal therapeut. Althans, ik deed nog altijd hetzelfde, maar de titels waren anders. En toen werd ik het natuurgeneeskundig therapeut. En hoe zeggen we energetisch therapeut. Goh. Dat is gewoon overbrengen van energie. Hè. Ja. Ze hebben wel veel hokjes voor ook bedacht dan door de jongeren. Ja, maar ja, de regering wil ook hebben dat het een beetje... Ja, allemaal closer wordt. Kijk, we zitten in veel ziekenfondsen en ze willen het allemaal een beetje gestructureerd hebben. Ja, ik kan er wel wat bij voorstellen, ja. Mm-hmm. Ja. Maar goed dat ze ook geen handoplegger meer nemen, want dat zou je nou lastig zien in deze tijd. Ja, dat mag ook niet. Nee, de afstand moet minimaal 1,5 meter zijn, moet ze allerlei voorzorgsmaatregelen nemen. Dus dat krijg ik niet, maar dat hoor je ook niet. Maar energetisch therapie beoefenen, dat kent ze wel op 1,5 meter doen. Ja, ik behandel ook foto's, hè, dus afstand is geen probleem in wezen. Ja. Oké. Okay. Dus, maar waarom dan een wachtkamer? Omdat mensen komen hier naar de praktijk toe. Hè. En, nee, omdat je zegt van afstand is geen probleem. Nee, ik kan ook foto's behandelen, maar meestal is het dat ze gewoon op de hand oplegt nog altijd. Hè. Of in ieder geval, dan zit ze in het energieveld van de persoon en dat vind ik toch iets prettig. Ja. Ja, dat is moeilijk te leggen, maar... Maar je vult nou de energieën van ons drie? Nee, kijk, ik was moeite bezig. Het zou niet goed zijn als ik uur energie nu zo verder, want dan ben ik niet goed met mijn werk bezig. Kijk, in de bekker lag ik ook niet de hele dag met de dijkrollen rondje.